Alle scholen moeten plat. Woorden van Wilgo Valies, bondsleider van de Bond van Leraren. De leden van de Bond van Leraren, BVL, en de Alliantie voor Leraren in Suriname, ALS, waren vanmorgen wederom opgeroepen in Theater Uniek voor het bijwonen van een vergadering. Dit had tot gevolg dat de verschillende middelbare scholen weer gesloten waren. Valies heeft alle leden opgeroepen langs de scholen te gaan om de overige collega's die normaal lesgeven over te halen ook te staken. Vandaag is de vijfde dag dat de leerkrachten staken voor de herwaardering die nog niet uitbetaald is en de kwestie van OS Uitkijk. Valies geeft aan dat de strijd voor de gemuteerde leerkrachten van de AR Lewinschool een van de opgeloste eisen is. We hebben intussen één eis ingewilligd gekregen en die eis is: de leerkrachten van de Lewin gaan terug naar hun school. Ze gaan terug naar hun school. En het is belangrijk dat ze weten, ze moeten van die leraren afblijven. Ze moeten afblijven. Het is mooi geweest en men moet de leraren op een correcte manier behandelen. We willen geen basjas meer. Weg met die basjas. Op de openbare dienst en ook op de bijzondere dienst. Want die onderdrukken onze werkers. En dat moet een keertje afgelopen zijn. De regering of de minister. De minister heeft gezegd dat onze eisen, hoort u me? Dat onze eisen eigenlijk niet een actie waard zijn. De bondsvoorzitter zegt verder dat de voorzitter van de Nationale Assemblée, Jennifer Simons, na afgelopen donderdag niets meer van zich heeft laten horen. Volgens Valies heeft Simons aangegeven zich te zullen inzetten voor een gesprek tussen de regering en de bonden. De leden van het BVL en ALS zijn vanmorgen ook getogen naar de Nationale Assemblée. Ze zijn echter door niemand ontvangen. Na een uur van scanderen en protesteren gingen ze onverrichter zaken terug naar het stakingscentrum Theater Uniek. Valies gaf toen aan dat besloten is dat de BVL en de ALS de strijd zullen voortzetten totdat de regering een besluit heeft genomen. Op het moment dat ze dan nog een next full assembly voorzitter. En u begrijpt, if omega afspraak naar zo'n autoriteit. Dan moet zij zich daaraan houden. En als er een probleem is, dan moet die mevrouw tenminste contact maken met de vakbond. Want we hebben daar onze problemen neergelegd en dan moet ze ons informeren wat de situatie is. Maar we krijgen geen antwoord van betrokken. En dat kan niet. Dat kan niet. Ze moeten ons met meer respect behandelen. En dat kan alleen maar als die vuist groter en groter wordt. Want als die vuist zo blijft, dan onderhaling. Dus we maken more biggie. Laten ze weten dat we bereid zijn te strijden voor een betere toekomst.